Dit is Ballistic Brass, gepresenteerd door Matthias Middelsen en Adrie Berends. Ja, tjonge, het is al even even rennen en vliegen en zo, maar we zijn er. Uiteindelijk zijn we er en hebben we weer een programma met een mooi zonnetje op de achtergrond, wat eigenlijk best wel uniek is voor deze dag. Uniek. Ja, uniek. Ik heb er weinig gezien, ik weet niet hoe het bij jou was hier in de omgeving Zwolle, maar in Almere scheen die amper. Nee, ja, hier ook niet echt. Tenminste, ik heb hem ook weinig gezien. Af en toe kwam hij even er doorheen, maar verder ook niet. Hopen dat u nog even blijft. Wij hebben in ieder geval een programma met heel wat muziek. Natuurlijk de track van de week. Ja, de nieuwe track van de week die dit keer tussen Example en Example gaat. Hè? En eigenlijk ook wel leuk om te noemen dat het één track van de nieuwste cd is, The Lion of Victory. En de andere is van de cd Crossing Borders. En het gaat in andere nummers The Incredibles en de Promenade Polka. En er kan nog steeds gestemd worden. Ja, www.ballisticbrass.nl. En als je daar dan toch bent, stem dan ook nog even op die poll van Peter Vulpoort. Ja, die vergeten we een beetje. Ja, die staan nog steeds open natuurlijk, hè. Ja, er kan ook nog steeds op gestemd worden. Moet hij een drumsolo komen geven live in deze studio? Ja of nee? Stem dan even op www.ballisticbrass.nl. En natuurlijk nieuwsberichten. Ik las al zojuist dat David Oosterwolde niet kan luisteren naar Ballistic Brass, wat natuurlijk enorm jammer is. Maar daarvoor hebben ze wel een goede reden, en die reden zullen we straks ook nog even noemen. Even kijken of we er nog een nieuwsbericht voor kunnen vinden. Zullen we beginnen met... Ja, dat wou ik zeggen, met muziek. Ja. Ja. Is toch wel leuk. Doen we dan die van jou of die van mij? Kies jij maar. Want jij nou, dan, weet dan beginnen we. Ja, dan beginnen we met die van mij. Want, ja, gewoon omdat het kan, hè. Omdat het kan. Gewoon omdat het kan, gaan wij luisteren naar de defileermars van de Koninklijke Marine. Thank you.
Ja, en dat was de eerste plaat van deze avond. Een hartstikke leuke plaat. Met als titel? Ja, dat wordt lastig dan natuurlijk, hè? Ja, ik zou het niet weten, maar nee, het laatste is een Nederlands volksliedje. Ja, nee, dat klopt ook, want het is uit Nederland. Van de Marinierskapel der Koninklijke Marine. De Defileermars. Ja, de Defileermars van de Koninklijke Marine was dit inderdaad. Uitgevoerd op Nationale Taptoe Breda in 98. Overigens gisteren op tv geweest, de Taptoe Ahoy. Dat is september, hè? Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Nee, ja. Ik heb het niet gezien. Nou, ik ook niet, maar ik hoorde dat hij er wel op was, dus... Ja, goed. Laten we het daar verder niet over hebben. Daar komen we nog zeker op terug, want september, dat is er nog niet. Maar daar gaan we nog zeker op terugkomen. Ja, misschien kunnen we wel een uitzending vanaf daar doen, je weet het niet. Oh, dat lijkt me wel een keer leuk, ja. Ja, we moeten er eens over nadenken. Ja, nieuwsbericht wat deze week voorbij kwam op Twitter, maar ook op korpsmuziek.nl. Ja. Ja, en daar weet je even wat meer van. Ja, daar weet ik zeker meer van. Want er zijn gloednieuwe waldhoorns aangeschaft voor de Van Limburg Stierumkorpsen. Dat is afgelopen 22 mei. Afgelopen 22 mei. Maar repetitieavond op 22 mei werd een drietal muzikanten verblijd met deze nieuwe aanwinst. Hanneke, Gemien en Eline die werden blij verrast. Want zij kregen gloednieuwe waldhoorns in hun handen gedrukt. En... ja, dat is allemaal met het oog ook op het WMC natuurlijk. En dat wordt nog heel leuk. Want er zijn nog wat onduidelijkheden bij de dames. Inmiddels zijn ze geloof ik opgelost. Maar ze zijn hard aan het oefenen. Want het schijnt nog weer iets anders te zijn dan de hoorns die ze hadden. Qua blazen, qua vingerzetting en dat soort dingen. Oké, dus zij moeten hard aan de bak. Willen ze nog een beetje klinken zoals ze klonken? Ja, inderdaad ja. Want het schijnt vrij moeilijk te zijn om op deze hoorns te spelen als je altijd op die andere hebt gespeeld. Nou, en dan, zijn het volgens mij wel dames die al langere tijd meedraaien bij de VLS. Dus ik neem aan dat zij ook wel een bepaalde kwaliteit hebben. Dus dat zal hun waarschijnlijk wel liggen, toch? Ja, dat denk ik ook. Ze zijn heel enthousiast. Ze zijn al hard aan het oefenen. Dus dat zal vast allemaal goed gaan komen. Maar het is een mooie aanwinst. Een mooi warm geluid zit erin. Echt fantastisch. Maar jij zegt het heel makkelijk. Maar ik lees nu dat de waldhoorn nu met de linkerhand wordt bestild in plaats van met de rechter. Ja, daarom maar zeg ik. Groot verschil had ik niet begrepen. De vingerzetting. Alles is anders. De handzetting. Ja, maar vingerzetting denk ik van nou goed, zit iets verder naar achter of iets verder naar voren. Nee, was maar zo makkelijk. Tjonge. Maar dit is gewoon een hele andere hand, joh. Ja, dus dat wordt hard oefenen. Maar ze zijn hard bezig en ze zijn heel enthousiast. Dus dat gaat vast allemaal goed komen. En wanneer ze op straat komen, ik ben benieuwd. Nou, dat is leuk. Zullen we het afwachten? Wie weet, pas volgend jaar. Misschien al wel eerder. Misschien dit jaar nog. Wie weet. Nou, leuk voor de Van Limburg Stierumkorps in ieder geval dat ze drie nieuwe waldhoorns hebben mogen aanschaffen en ook kunnen gaan gebruiken. Ja. Wilt u daar meer over lezen? Kijk dan even op www.korpsmuziek.nl. Dan ziet u nog een fotootje van de dames met de gloednieuwe waldhoorns. Dan weet u ook meteen hoe zo'n ding eruit ziet. Inderdaad. Toch? Ja, muziek. Een lekker stukje muziek van K en G uitleiden en zij gaan spelen Gibraltar. Thank you.
Ja, dat was KNG met het nummer Gibraltar. En dat was ook wel een vrolijk nummer. Ja, zeker. Een mooie mars geschreven door Richard Water, die een 2-3-tal jaar geleden helaas is overleden. Dat is dan toch wel jammer, hè? Dat is mensen die, ook jammer natuurlijk voor mensen die niet zulke nummers schrijven, maar ook voor de muziek gewoon een verlies natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut. Ja, en het is gewoon een. Hij heeft een paar mooie marsen geschreven in ieder geval. Oké. Nou, als we het dan over een soort van herinneringen hebben, kunnen we ook dit even noemen: Wilhelmina en Heerde vereerd met een verlenging van het predicaat koninklijk. Het korps uit Heerde, Wilhelmina dus, houdt de kroon een kwart eeuw. En Wilhelmina kan nog 25 jaar vorstelijk blazen. De koningin verlende het predicaat koninklijk met nog eens 25 jaar. Voor de tweede keer in de geschiedenis heeft Hare Majesteit de koningin van Varenkorps Wilhelmina en Heerde vereerd met een verlenging van het predicaat koninklijk. Ook de komende 25 jaar mag de muziekvereniging zich koninklijk noemen. Tijdens een speciaal concert in samenwerking met de Jossie Band, die hebben wij vorige week nog genoemd natuurlijk, had burgemeester Ines Pijnenburg Adriaanse de eer om namens koningin Beatrix de tweede bestendiging van het koninklijk predicaat officieel bekend te maken. Voorzitter Gelderman en secretaris van Leeuwen van Wilhelmina ondertekenden samen met de burgemeester de documenten die horen bij dit predicaat. Dit positieve nieuws vormde de kroon op een sfeervolle muzikale avond in de burgemeester Faberhal in Heerde. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat je als korps natuurlijk al voor de tweede keer zo'n predicaat kan voeren. Ja, absoluut. Dat doet niet iedereen natuurlijk, hè? Nee, want hier staat ook, alleen de koningin kan het predicaat toekennen. Het predicaat is strikt op naam en betekent dat de organisatie met predicaat koninklijk mag toevoegen aan de naam en de koninklijke kroon of in overleg een gestileerde versie zoals bij Wilhelmina in het logo mag opnemen. Dus dat betekent wel natuurlijk dat niemand anders zo'n naam of wat dan ook zomaar koninklijk mag noemen. Ja, inderdaad. Dat is gewoon bijzonder. Ja, hartstikke mooi en natuurlijk ook onze felicitaties dan namens Ballistic Brass voor Wilhelmina. Ja, absoluut. Hey, ik ben dus even een beetje aan het zoeken naar dat festival, hè, waar we het aan het begin over hadden. Ja. En ik heb hier wel wat gevonden, maar ja, ik denk toch dat er een typfoutje in zit. Nou, dan is het wel een typmaatje met typfoutje met 5 maanden verschil. Ja. Maar ja, goed, dit lijkt mij gewoon het meest logische. Maar ik ga er nog even verder op onderzoek uit. En dan komen we daar zo even op terug, goed? We gaan ook eens even contact zoeken met David Oosterwolde. Jij hebt een mooi nummer klaarstaan. Oh, ik hoor in één keer heel hard alles. Tjonge. Ja, sorry. Dat geeft ook niet. Ja, daar kun jij ook niks aan doen. Maar goed, het zal wel aan mij liggen dan. Ik heb een plaatje klaarstaan. En ik dacht, hè, weet je wat? Het is natuurlijk aankomend weekend zover, hè? Dan is het zeker zover. Dan gaat het echt gebeuren, het echte werk. En, ik wil het ook nog even over afgelopen weekend hebben trouwens, als je het over weekend hebt. Maar ga door, ja. Ja, want ik dacht van, laten we een beetje in de stemming komen vast, hè? Voor het voetbal natuurlijk. Oh, wacht hè? Even, dan gaan we even iets erbij pakken. Ik hoorde vanmorgen iets op de radio. Oh, daar gaat een trilding. Ga maar verder praten. Ja, jij was aan het vertellen, want jij hoorde iets op de radio. Maar wat hoorde jij toen? Dan moet ik even luisteren. Oh. Ja? Oh, die... Hij staat er niet in. Oh, ik moet jammer. Nog even verder kijken. We gaan verder kijken en dan komen we erop terug. Maar jij wil even vertellen... We hebben veel om dingen om op terug te komen. Maar dat geeft niet. In ieder geval, ik dacht laten we er vast in de stemming komen. En ik ben op zoek geweest dus naar een nummer uit Oekraïne.
oh, dat is ook lang geleden dat we daar geweest zijn. We zouden weer terug moeten. Ja, inderdaad. Eigenlijk wel. Maar goed, de Oranje Camping was toch wel vrij prijzig. Dus dat ging niet helemaal op. Maar ik heb wel een nummer gevonden uit Polen. En dat doet er toch ook aan mee, hè? Dus dat hoort er eigenlijk ook bij. Hoort daar er ook bij, hè? Straks. Nee, dus, oh, sorry, daar ga je wel fout in. Oh, Kiev is de finale. Ja, ik bedoel de halve finale dan. Dat zou best kunnen. Ja, volgens mij is de halve finale in Polen. In ieder geval... ik denk, laten we eens een Pools orkest nemen. ik ga mijn mond er niet over breken, mijn tong niet. Dus ik ga het ook niet uitspreken. Ik weet wel dat ze Heal the World gaan spelen van Michael Jackson. Thank you.
Ja, la la la, hey! Ja, dat is natuurlijk wel echt een ultiem nummer. Wat je moet weten als de voetbal wordt gespeeld. Absoluut. Dat doen we weer denken aan Coventry. Koning Ruud. Maar ja, Koning Ruud, ja, nee, dit is Koning Voetbal. Ja. Koning Maarten is het dan altijd, hè? Maarten Stekelenburg, dat was altijd de koning in het doel. Maar goed, Koning Voetbal op de achtergrond, ja natuurlijk, wij kunnen er ook niet aan ontkomen. 8 juni, dan begint het EK. Aanstaande vrijdag, 9 juni, dan speelt Nederland natuurlijk haar eerste wedstrijd tegen Denemarken. In het stad Kharkov. En wie weet treffen wij of voetballen we wel door naar Kharkiv. Ik hoop het, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er best wel een hard hoofd in heb, hoor. Ja, als wij de bal maar hebben, kunnen hun niet scoren. Ja, dat is waar. En zolang ze maar niet te veel aanvallen, dan is het goed. Want volgens mij is onze verdediging niet al te best. Maar goed, laten we het daar verder maar niet over hebben. Maar als we het over Hollandse muziek hebben en zo, want dit is toch wel Hollands. Ja. Afgelopen zaterdag, 2 juni, was ik heel toevallig op Schiermonnikoog. Maar wat trof mijn de verbazing, allerminst. De boot die was op zinkens af ongeveer trokken we naar Schiermonnikoog. Met enorm veel muzikanten. En wat was er nou daar? Het OMF. Ja, het OMF, dat zegt mij niks. Nee, eigenlijk. En dat betekent, ik dacht eerst iets open van varen, maar dat is gewoon de open... wat was dat ook weer? De open muziekverenigingen Friesland. Organisatie van muziekverenigingen Friesland. Nou, en wat waren daar allemaal voor fanfares en brassbands? Er waren de hele boel. Ja, en je gaat ze niet opnoemen. Nou ja, zo was er natuurlijk de bazuin uit Berlicum, Zuidhoorn was er ook met Wilhelmina. En Crescendo uit Steenwijk, Crescendo uit Drachten en Solideo Gloria. En deze heb ik ook gezien, Excelsior uit Parga. En ja, echt allemaal uit die kleine Friese plaatsjes. Ja, behalve deze dan weer, Hosanna Leeuwarden, dat is dan weer een grote plaats. Dat is een grote plaats. Maar het gekke is, je loopt daar en het eiland, het is klein eiland, hè. Dus overal waar je loopt ongeveer, heb je gewoon te maken met de muziek. Die hoor je gewoon overal. Dus waar je ook loopt, dat is een beetje overdreven. Maar je hoort toch wel heel vaak die muziek. En op zich, ik moet wel eerlijk zeggen, en ik denk dat ik het hier wel mag zeggen. Kwalitatief vond ik het niet heel hoog staan. Maar het was wel heel gezellig. Nou, dat is het belangrijkste, toch? Ja. Nou, dat bedoel ik. Fantastisch. Hey, de track van de week. Hebben wij ook nog. Daar kunnen we nog op stemmen. Ik wou eigenlijk even draaien, maar dan moet ik natuurlijk wel even de cd's erin doen en ook laten horen. Want anders dan zijn we nog nergens. En ik had eigenlijk alweer het volgende plaatje klaarstaan, dus dat gaat niet helemaal samen. Dus ik ga hem snel even klaarzetten. De eerste keuze is gelijk de keuze, of de eerste mogelijkheid, laat ik het zo zeggen. Dat is gelijk de laagstaande... De achter, die is achterstand. Die heeft achterstand op dit moment. Dus ik ben heel benieuwd. Daar kan nog op gestemd worden. Dus zolang de tijd loopt. Dat is de Promenade Polka, uitgevoerd dus door Exempel uit Empel. Ja, leuk nummer, hè? De Promenade Polka uit Empel. Ja, inderdaad. Die staat dus wel achter. Dus als ze meegestemd wil worden, www.ballisticbrass.nl. Ik heb zoveel in mijn hoofd. Ik zeg elke keer de dingen die ik niet moet zeggen. En dan. Is daar? De radiostream doet het niet. Nee, misschien moeten we even bellen met iemand. Ja, dat ga ik mee bezig. Ga je zo doen. Hey, en daarnaast hebben we natuurlijk nog het andere nummer van Lion of Victory. De nieuwste cd van drumfanfare Exempel uit Empel. En dat is het nummer The Incredibles. Ja, en op de achtergrond hoort u natuurlijk Dario G.
Dat was het nummer wat ik net bedoelde met Carnaval de Paris. En wie Veronica luistert, die hoort het af en toe wel eens de dag na de wedstrijd. Dan hoor je zo'n remix met Jack van Gelder. En ja, dat hoorde ik vanmiddag in de auto. En ik dacht van die moeten we vanavond ook in ieder geval even. Dat roept ook herinneringen op naar het voetbal, vond ik. Ja, absoluut. Ja, sowieso Carnaval de Paris, Brazilië, WK, afgelopen keer. Och, fantastisch hè. Ja, dat was hartstikke mooi hè. Nou, als we dan toch in de warme klanken zijn, laten we daar dan nog even lekker in blijven. Met Advendo uitsneek met Demasiada Corazon. Ja, dat was een lekker Spaans nummer met wat voor iets met Corazon op het laatst? Demasiado Corazon. Ja, ik vind het nog steeds lastig om uit te spreken trouwens. Demasiado. Ja, Demasiado Corazon. En dat houdt dus iets in met het hart of zo, hè? Ja, dat kan wel. Corazon, is dat hart, ja? Dacht ik. Een lichtgevend hart of zo. Zoiets zal het zijn. We kunnen dat nog even nakijken. De track van de week die gaan we hierna denk ik even draaien. Ja, zeker weten. Dan gaan wij... Ja, laten we dan lekker verder gaan met een stukje muziek. Nog, dit is een cd. Ik heb hem trouwens nog nooit eerder in mijn handen gehad, volgens mij. Jij kent hem wel. The Band of the Her Majesty Royal Marines Commandos. Ja, dat is gewoon de Royal Marines, hè. Dat is lekker, hoor. Ja? Ja, dat is zeker heel fijn. Nou, en daarvan gaan we draaien On the Quarterdeck. En dat klinkt als volgt.
Ja, dat was dus... Nou? Ja. Oh, je wil mij, de Quarter... Ja, die, ja. Quarter, ik kwam even niet meer op de naam, dat was hem. On the Quarter Deck. Ja, inderdaad. Van... De Royal Marines uit Engeland, ja, en dan welke afdeling, dat staat er niet zozeer bij. Ja, maar goed, waar ze vandaan komen. Je hebt de commando's op meerdere plekken daar zitten, dus vandaar. Juist. Trek van de week. Jij weet dat. Ik weet dat. Of ik denk het, ik doe alsof ik het weet. Dat kan ook, hè. Er zijn meerdere mogelijkheden. Nou ja, ja, tuurlijk. Je hebt natuurlijk ook een luchtmachtbasis in Leeuwarden en er zit weer iets in Weert. Leeuwarden die bestaat toch al niet meer als luchtmachtbasis, of wel? Oh, dat weet ik niet. Maar ja, goed, volgens mij niet, maar ik weet ook niet. Misschien kan Cor even het antwoord doorgeven. Ja, ja, Cor die weet dat wel. Ik heb hem inmiddels een mailtje gestuurd over de stream, dus wie weet dat binnen nu en een paar tellen is opgelost. Maar we zullen kijken. In ieder geval, de trek van de week, daar gaan wij nu mee aan de gang, want ja, we hebben een winnaar weer. Er is weer een winnaar en deze winnaar gaat strijden volgende week tegen... Tegen de King's Guard. Met het nummer... iets met Noorwegen. De Himmelstuperne, toch? Of die andere? Ja, die andere. De Himmelstuperne was één week. Oh ja, je hebt gelijk. Ja, en nou krijgen we... We moeten even nazoeken. Maar deze week was het in ieder geval sowieso Exempel. Dat wisten we al van tevoren natuurlijk. Want ja, Gut, die was het... Het was een oude tegen een nieuwe CD van Exempel. En ja, goed, het is geworden de... Ja, die hebben wij niet, dat is jammer, zo'n ding. Nee, ja, die heb ik wel, maar die zit ergens anders op deze computer verstopt. Die moeten we hier nog een keer hebben en dan... Nee, ik wou zeggen, dan hebben we ook nog zo'n bekkenslag, ja. Ja. Oh, maar dat hoeft niet per se, hè? Maar we kunnen wel... Applaus. In ieder geval, The Incredibles, dat is de winnaar geworden van deze week. En die zal het dus volgende week op gaan nemen tegen de Kingsguard. We zullen ze zo meteen nog even laten horen. In ieder geval, de Kingsguard. En dan deze, die gaan wij nu volledig beluisteren. Dus de track van deze week is Exempel uit Empel met The Incredibles. We'll be right back.
Ja, en dat was de track van deze week van Example uit Ample, het nummer The Incredibles. Van de nieuwe cd, de nieuwste cd, Lion of Victory. En ik moet zeggen, ik vond het wel, zoals Richard van Riel vorige week ook aangaf, het is wel een nummer die niet zo standaard is als een standaard, of nou, standaard klinkt dan een beetje, maar een traditionele mars. Het was wel vernieuwend. Oh, zal ik hem ook even aanzetten? Ja, anders dan kan horen ik we praten niet. Wat, nee, precies. Nee, maar dat klopt inderdaad. Ik moet zeggen, ik vond het ook wel een leuk nummer om een keer zo te horen. De ja. track van de week dus. Kan je volgende week nog een keer horen als je stemt op The Incredibles van Example uit Ample. Ja, inderdaad. En ja, ik heb nog even een nieuwsbericht. Of eigenlijk heb jij die meegenomen, maar ik heb me net even helemaal doorgespit. Want het is nogal een bericht. Muziekvereniging deelt cd's uit. En dan denk je, deelt cd's uit, Nederlanders. Oh, daar gaan we weer. Gratis. Ja, er zaten ook wel een paar voorwaarden aan, maar gaan we maar even Ja, vertellen. Inderdaad. Nou ja, ze gaan in principe echt gratis cd's uitdelen. Prinses Margriet bedoel ik, sorry. Muziekvereniging Prinses Margriet, die heeft een cd opgenomen. En zij gaan dus deze cd's uitdelen aan de eigen gemeenteleden. De gemeenteleden dus uit Staphorst en Rauwveen regionen. Maar, daar is de Nederlandse maar. Ja, daar is de maar. Ja, het is wel de bedoeling dat je je aanmeldt op de website. Nou, ook dat valt nog mee, hè? Maar daarna? Ja, en je moet dus een inwoner zijn van de gemeente. En daarna? Dan moet je hem komen ophalen, heb ik ergens gelezen. En maar dat moet heb dus ik dan weer net niet op, gelezen. Op 16 juni of iets ergens, of 16 juli, ergens moet je hem komen ophalen. Hier, 29 juni. Je moet ingezeten zijn en je dient de cd op te halen bij het zomeravondconcert dat op 29 juni plaatsvindt in het dorpspark van Rauwveen. Ja. Dus, en ze hebben het hele sportpark vol zitten, maar je krijgt er een gratis cd voor. Maar ik zou niet weten wat de toegangsprijs is voor dat zomeravondconcert. Nee, dat weet ik ook niet, maar gezien het in een dorpspark is, lijkt mij haast dat het gratis is. Maar dat gaan we zeker in de gaten houden. En wie weet dat nog wel interessant is. Ze hebben in ieder geval deze cd niet zomaar een cd laten zijn. Ze hebben er verschillende nummers op opgenomen. Ze hebben zo bijvoorbeeld samen gespeeld met een pijperband uit Dronten. Een doedelzakkenband, ook wel genoemd. Oh, leuk. Ja. Leuk, zeg. Leuk. En ze hebben met zangeres Esther Haasjes uit Rauwveen een aantal nummers opgenomen. En ook met een Molukse koor. Een Molukse koor. Ja, wij moeten er zeker achteraan gaan. Want ik denk dat het wel leuk is om ook een keer... Dit is een fanfare? Ja, dit is een fanfare. Ja, dus ja, klopt. Ook wel leuk om op die manier toch een keer wat meer fanfares te laten horen. Ja, absoluut. Dus we gaan daar zeker mee bezig. Nummers van Kite Man, onder andere Toto, Robbie Williams. Maar ook Bach is te horen op deze cd met het nummer Halleluja. Die dus gezongen wordt door Esther Haasjes op de achtergrond. Het Molukse koor is daarin te horen. En dat zorgt samen voor een kippenvel moment. Het arrangement is speciaal geschreven voor deze samenwerking. En al met al is dus... precies de veelzijdigheid die men op de cd wou hebben en die Prinses Margriet heeft willen zij laten horen en dat is daarmee gelukt. Mocht je nou inwoner zijn van de gemeente Staphorst en denken van nou goed, ik wil wel zo'n cd, maar wat moet ik er uiteindelijk mee? Wij zijn natuurlijk geen inwoners van de gemeente Staphorst, dus dan mag je hem altijd aan ons doorsturen. Ballistic Brass, stuur maar even een e-mail naar ballisticbrass@hotmail.com of twitter ons met @ballisticbrass. En anders dan gaan we zelf er moeite voor doen. Maar, ja, dan gaan we sowieso natuurlijk. Ja, want we willen ze ook in de uitzending hebben. Absoluut. Hey, we hebben nog een leuk stukje muziek klaarstaan. Ook nog een beetje in het kader van wat aanstaande vrijdag begint. André Hazes, alleen dan een instrumentale versie, uitgevoerd door brassband Willebroek. She Believes in Me staat er op de cd, maar in het Nederlands is het natuurlijk gewoon Zij Gelooft in Mij. Dit is Logo Radio met Ballistic Brass.
Ja. Hé, hey, was dat een stilte? Ja, dat was even een stilte. Ik dat moest van Jacques. Oh, dat moest van Jacques, dat is waar ook. We hebben trouwens nog even de nieuwe track van de week weer klaarstaan voor jullie om te luisteren. Het is dus dit keer het nummer Alt for Nords van The Kingsguard. En of het nummer The Incredibles van Example uit Ample. En dit was dan... Ja, het is allemaal een beetje... Beetje gedoetje hier. Maar dat komt allemaal wel goed. Jij weet in ieder geval hoe laat je de cd in moet starten, dus dat is mooi. Ja, dat denk ik. Even kijken, Alt for Nords van The Kingsguard klinkt als volgt. En natuurlijk de winnaar van deze week, Example uit Ample met The Incredibles. En dat nummer hebben jullie ongeveer, ik denk 10 minuten geleden nog gehoord. Dus die is vast nog wel voor de geest halen. Dus dit is The Kingsguard of anders Example uit Ample met The Kingsguard. Ja, inderdaad. Ja. En de stemming staat inmiddels weer op de website. Dat betekent dat er weer gestemd kan worden. En ja, welke het gaat worden, dat beslissen jullie thuis. Dus volgende week voor de nieuwe track van de week. Op de achtergrond de klanken van het laatste nummer van vanavond. Met als titel King Kong. Ken je die film nog? Dat was een hele grote aap, maar ik heb hem nooit gezien. Nee, ik eigenlijk ook nooit. Maar de muziek klinkt altijd wel erg lekker. Dan hebben we nog even een klein berichtje om voor te lezen. David Oosterwolde, we noemden het aan het begin van de uitzending, is in ieder geval bezig met een extra repetitie vanwege het A-orkestenfestival. En als we het even voorlezen van de Twitter, dan is het in ieder geval 16 juni in het Huiken, dus dat is niet aanstaande zaterdag, maar volgende week. En dit herinnert mij eraan dat we nog even snel moeten kijken op www.taptoes.nl of er nog wat te beleven is. Ja, maar, dat zal ik ondertussen doen. Dat hebben we inderdaad nog helemaal niet gedaan. Op 16 juni komen er in ieder geval heel veel orkesten uit de omgeving. Wees op Oldenbroek, Elburg, Harde, Doornspijk, Oostendorp, Oosterwolde en nog veel meer. Dus dat is in ieder geval 16 juni in het Huiken en het heet het A-orkestenfestival. Net dus ook in ieder geval David Oosterwolde. Aanstaande zaterdag, dan is er in ieder geval ook nog een taptoe in Steenwijk. Nee, dat is niet zaterdag, dat is vandaag. Dat is vandaag, oh sorry. Volgens de planning, maar volgens mij is die morgen pas, want ik weet dat wij daar morgen zelf heen moeten namen. Naar Steenwijk. Met KTK. Dat weet ik niet. Maar die stond er wel op. Ja, maar wij moeten er alleen, dat weet ik wel. Jullie zijn trouwens vorige week in Tiel geweest. Ja, wij zijn in Tiel geweest. Was dat leuk? Dat was zeker een goede taptoe. Dat was een mooie taptoe. Er was alleen weinig volk, want ik denk dat het kwam omdat Nederland moest spelen. Denk ik. Lange dag waarschijnlijk. Ja, dat vroeg zeker. Weg, maar wel erg leuk. Wel erg leuk. Ja, de agenda staat voor aankomend weekend behoorlijk vol. Maar zoals gezegd, de tijd die dringt aardig. Dus wij kunnen niet meer alles opnoemen. Maar ODSC kunnen we nog ODSC, even noemen. ODSC is inderdaad wel interessant. Want zij gaan voor het eerst dit jaar alvast bejureren met een nieuwe WMC-bejurering. Dat betekent een One World System. En dat betekent dus ook dat alle deelnemers in een bepaalde divisie gewoon bij elkaar op één grote hoop worden gegooid. Dus Amerikaanse stijl, Engelse stijl, het maakt allemaal niks meer uit. En volgens gaat allemaal mij op één had Havabra, nee, Korfmuziek, die had volgens mij nog een interview met onder andere ook Peter Kleineschaars in verband met de jurering, heb ik ergens gelezen. Ja. Ja, dat is afgelopen zondag allemaal uitgezonden op Korpsmuziek. Een uitzending waarin een talkshow was over onder andere het nieuwe point. WMC. To the point, inderdaad. Over onder andere het nieuwe WMC-regels en dergelijke. Helaas heb ik het zelf niet kunnen volgen omdat ik andere verplichtingen had. Maar goed, er komen in ieder geval heel veel korpsen op het ODSC aanstaande zaterdag van 10 tot 10. 12 uur lang muziek. En mocht je nou meer willen weten over de agenda, www.taptoes.nl. En er stonden er nog wat meer op. Leeuwarden had ook nog een taptoe. Leeuwarden, ja? Ja, glastaptoe Leeuwarden. Oh, oké. Maar weet je dat zeker? Ja, ik zag het staan, toch? Ja, Leerdam, ja. Ik wou zeggen, Leerdam. Glastaptoe is altijd Leerdam, ja, hè? Nee, ja, goed. Ik bedoel, ik heb mijn bril niet op, dus dan... Ja, dat geeft ook niet. Maar een mooie taptoe in ieder geval met veel deelnemers. Nou, kijkt u zelf eens even op taptoes.nl voor aankomend weekend. Een zeer mooie taptoe. Example is er ook te beluisteren. U heeft Incredibles gehoord, dus als u daar naartoe wilt, kan dat. Glastad Leerdam, taptoe daar.
twee uur 's middags dus een mooie middag daartoe. Wij gaan er een eind aan breien, want onze tijd zit er bijna op. Bedankt voor het luisteren. Na het nieuws gaat DJ Barry Matthias in de huis. Verder. Ja hoor. Op Loco FM en in ieder geval een fijne opening van het EK aanstaande vrijdag natuurlijk. Zaterdag. Wat zit er nou te communiceren? Ja, nee. Dat heeft tussen Barry en mij. Dat, Ja. Maar zaterdag, Nederlands elftal, mis het niet. Ja, inderdaad. En anders veel plezier op de tap toe.